U bent gevraagd om thuis onderzoek te doen naar de aanwezigheid van resistente bacteriën. In deze video laten wij zien hoe u zelf een kweek van de keel kunt afnemen. In de uitlegbrief die u van het ziekenhuis heeft gekregen, kunt u lezen hoe u de kweken na afname moet opsturen. Was allereerst uw handen met water en zeep. Droog uw handen vervolgens af. Open de plastic verpakking waar het buisje en de wattenstok in zitten. Haal het buisje uit de plastic verpakking. Laat de wattenstok nog even in de plastic verpakking zitten. Trek de witte dop van het buisje af en leg het buisje voor u neer. Deze witte dop kunt u straks weggooien. Haal nu de wattenstok uit de plastic verpakking. Breng de wattenstok zo ver mogelijk achter in uw keel en ga met de wattenstok stevig langs de zijkanten van uw keel. Steek de wattenstok meteen in het buisje. Druk daarna de dop stevig aan. Controleer of uw naam en de plek van afname op het buisje staan. Bent u gevraagd om ook kweken van andere lichaamsgebieden af te nemen? Kijk dan vooral ook de andere animatievideo's.